onlangs een Anne Frank school geopend in Brazilië? Geen idee. Wie is er onlangs op zijn 78ste weer verliefd geworden? De Duitsers hebben niet 6 miljoen Joden vermoord, maar ze hebben 6 miljoen maal 1 Jood vermoord. Wie heeft er in zijn leven 140 gezelschapsspellen verzonnen en is er nog lang niet mee klaar? En dat is verschrikkelijk leuk. Het is echt zo. Wie heeft, mede door zijn oorlogsverleden, zo'n gevoel voor onrecht dat hij nog dagelijks bijna politici over de hele wereld bestookt met brieven? Toen heb ik een maand lang van verdriet niet kunnen praten. Toen had ik begrepen dat Dieneke vergast was. Van mijn vader en mijn broer wisten we niets. Dit is een hele bijzondere aflevering van de Reunie. Want wij hebben vandaag een reunie van de klasgenoten van Anne Frank. Een bijzondere foto uit 1941. De klas van Anne Frank. De Montessori-school en het Joods Lyceum uit Amsterdam. 40 jongens en meisjes met nog een heel leven voor zich. Jaap bijvoorbeeld, toen alleen maar met voetballen bezig. Zou je er nog steeds van houden? En Maurice, volgens Anne Frank haar aanbidder. Hoe zit het met hem? En Annie en Letty, de een Joods, de ander niet. Dus verboden de Duitsers hun vriendschap. Zouden ze nog steeds beste maatjes zijn? Kortom, de klas van Anne Frank, 68 jaar later.